Dag allemaal en welkom bij deze nieuwe video van Jefaminozuur. In deze video ga ik het hebben over de, de borstademhaling en de buikademhaling en hoe dat precies werkt. Dus zit je in de bovenbouw Vmbo, kijk met me mee. Allereerst, ademhaling, oftewel ventilatie, is niks anders dan het verversen van lucht in je longen. En dat kan op twee manieren. Dat kan met de borstademhaling, dat is oppervlakkig, en dat kan dus met behulp van de tussenribspieren. Je ziet hier de tussenribspieren in het rood. Of het kan... Met de buikademhaling, dat is de diepe manier en dat gebeurt met behulp van de middenrifspier. Die zie je hier in de afbeelding. De borst of de ribademhaling eerst. Bij het inademen gebeurt het volgende. De buitenste tussenribspieren trekken samen. Daardoor gaan je ribben en je borstbeen omhoog. Daardoor wordt je borstholte groter en de lucht stroomt naar binnen. Bij het uitademen ontspannen die buitenste tussenribspieren. Daardoor gaan je ribben en je borstbeen omlaag. Je borstholte wordt kleiner en de lucht stroomt naar buiten. Dat is de borstademhaling. Bij de buik- of de middenrifademhaling zijn andere spieren betrokken. Bij het inademen trekt je middenrif samen en beweegt het omlaag. Je ziet het hier ook in de afbeelding. Uh, de middenrifspier zie je hier in rood en geel. En je ziet dus dat die, als hij samentrekt, dat hij dan naar beneden gaat. Daardoor beweegt hij omlaag. Je buikspieren zijn op dit moment ontspannen. Daardoor wordt je borstholte groter. Dus je ziet hier ook de ruimte in de borstholte wordt groter. En de lucht stroomt naar binnen. Bij het uitademen ontspant je middenrif zich weer en beweegt daardoor omhoog. Nu trekken je buikspieren zich juist samen. Daardoor wordt je borstholte kleiner en de lucht stroomt naar buiten. De gewone ademhaling is een mix van borst- en buikademhaling. En bij de hele diepe ademhaling zijn ook je nekspieren en je binnenste tussenripspieren betrokken. Wat is dan hoesten? Hoesten is een krachtige uitademing nadat je luchtwegen geprikkeld worden door iets. En het is dus bedoeld om slijm en vreemde voorwerpen uit je luchtwegen te halen. Die, um, dat slijm met die voorwerpen die kun je dan uitspugen of doorslikken. En bij vreemde voorwerpen kun je ook denken aan uh, voedsel bijvoorbeeld. Dat hoort niet thuis in je luchtwegen. Hoe vindt de hoesten dan plaats? Of hoe vindt die krachtige uitademing plaats? Het is een krachtig samentrekken van de buikspieren en van de binnenste tussenripspieren. Je middenrif beweegt daarbij omhoog. Nou, je weet het al, je borstholte wordt daardoor kleiner en daardoor stroomt de lucht naar buiten. Dit is ook waarom uh, mensen soms last hebben van hun ribben en van hun buik wanneer ze ziek zijn geweest en heel veel hebben gehoest. Dat was de video over de borst- en de buikademhaling. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan weten in de reacties. Mocht je wat gehad hebben aan deze video, laat dan even een like achter. En vergeet je vooral niet te abonneren, zodat je meer video's van mij te zien krijgt. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.